Er moet dringend wat worden gedaan aan het probleem van de verwaarlozing van paarden. Dat was vandaag te horen tijdens een persconferentie in Lennik op de manege van Philippe Lejeune, wereldkampioen jumping. Ook Vlaams minister-president Chris Peters was aanwezig en hij beloofde alvast meer middelen vrij te maken om verwaarlozing van paarden tegen te gaan. Vigo daar je het paard waarmee Philippe Lejeune wereldkampioen jumping werd, heeft geluk. Het paard is gezond, het krijgt alle verzorging die het nodig heeft. En Vigo ziet er dan ook schitterend uit. Dat kon ook Vlaams minister-president Chris Peters vandaag in Lennik zien. Helaas hebben niet alle paarden evenveel geluk. Philippe Lejeune moet het dagelijks tot zijn grote spijt vaststellen. Hier niet ver van mij thuis, is er, uh, twee kilometer van hier, zijn er twee Shetlandponies. Die ponies zijn bevangen. Ja, die, dus die, 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 die voetjes zijn, die zijn niet afgekapt en die krijgen veel te lange voeten. Uh, en dan kan daardoor door, lopen ze niet meer, want dat doet pijn. En op een gegeven moment kunnen ze niet meer lopen. In 2011 waren er 281 klachten van paardenverwaarlozing. 51 paarden werden effectief in beslag genomen. Het gebrek aan voldoende kennis bij sommige kopers van paarden is groot. Het is niet hetzelfde als wilde paarden in Amerika. Die mustangs die over ik weet niet hoeveel duizend hectare beschikken die hun plant trekken omdat ze in kudde zijn. Een paard hier in Europa, dat, 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 dat functioneert zo. niet. Die heeft begeleiding nodig, die moet verzorgd worden, uh, die moet buiten kunnen lopen. Uh, ook paarden gewoon in een stal laten, dag in dag uit, 24 of 24 Paarden zijn daar niet voor bestemd geweest. Toch zit de overheid niet stil. In samenwerking met het Vlaams paardenloket werd de Stichting voor paarden in nood in het leven geroepen. De stichting wil geld inzamelen voor opvangcentra voor verwaarloosde paarden. Er zijn ook een aantal privé-initiatieven, maar de nood aan bijkomende acties is groot. Ik heb gezegd, goed, als de privé die initiatieven neemt, dan zal ik daar samen de schouders onder zetten en ook een bedrag vrijmaken van een 40.000 euro. We zullen ook structureel een actieplan opmaken, zodoende dat mensen toch in eerste instantie meer gevoelig worden gemaakt voor het feit, als men een paard koopt, dan is het niet zo dat wanneer de kinderen geen interesse meer hebben of het wordt winter, dat u dat volledig aan zijn lot kunt overlaten. Nee, daar moet daar verder voor gezorgd worden.